vandaag weer een shoplog voor jullie. Althans, ja, het is inderdaad een shoplog, want ik heb geshopt. Maar ik ben net terug van vakantie. En voordat ik op vakantie ging, had ik al een mailtje gekregen van Essence en Catrice. Dat er heel wat producten het vaste assortiment zouden gaan verlaten. En heel wat nieuwe producten het assortiment zouden binnenkomen wandelen. Dus het leek me wel erg leuk om eventjes naar de kruidvat te wippen. En eventjes te bekijken wat hebben ze nou allemaal er nieuw bij gestopt. Ik heb een aantal producten van Catrice en Essence gekocht. Die laat ik nu aan jullie zien. En ook een beetje wat ik ervan denk. En binnen een aantal weken komen er reviews van deze producten op elisiona.nl. Als je natuurlijk gewoon de reviews wil van hoe het op mijn lippen eruit ziet of op mijn wangen. Of ligt een beetje natuurlijk aan het product, dus moet je even terugkomen. Ik heb aardig wat gekocht. Het is echt een tasje vol. Ik heb hier de bonnetjes naast me. Ik begin gewoon eventjes bij Essence. Essence heeft 2 nieuwe blushes gekregen in het vast assortiment. Waarvan ik er eentje heb gekocht. Nieuw stickertje staat er ook op. Dat is altijd heel erg handig. Het staat niet alleen maar gewoon op het schap, maar ook gewoon via het stickertje. Dus dan weet je het meteen. Dit is nummer 50 Sweetheart. En nummer 70 is volgens mij ook nieuw. Maar dat was een hele felle roze. En ik vond deze toch eigenlijk wel heel aantrekkelijk. Dit is een beetje een nude roze. En ik dacht, nou, ik ben altijd wel fan hoor van de Essence vaste blushes. Ik heb er 2 van waar ik ontzettend blij mee ben. En dit leek me een hele mooie kleur. Dus hij ziet er goed uit. In ieder geval een mooie swatch in de winkel. Even kijken. En deze kost... is lastig, hè? Want er staat er alleen maar make-up en make-up... Make-up Catrice en make-up Essence. Maar wat is nou wat, hè? Ach, verdorie. Ik denk dat deze... €2,39 was. Sowieso staan alle producten van Essence tussen de €2 en €4. Dus het is sowieso niet duur. Maar volgens mij is deze €2,39. Even kijken. Dan heb ik nog van de Essence Sun Club ook een soort... Blush, bronzer, highlighter. Ook nieuw. En dit is de Essence Sun Club All-in-One Bronzing Highlighter. En dit is voor blondines. En je hebt ook nog eentje voor brunettes. Dat hebben ze altijd. En dit is nummer 01 Sunlight. En ik vond sowieso het patroontje wel heel mooi. En de combinatie van toch een highlighter, gewoon bronze en wat donker en een beetje blush. Dus ik ben heel benieuwd wat de combinatie van al deze kleuren op mijn wangen gaan doen. En sowieso of het een beetje werkt. Kan je dit dan apart gebruiken. En dan deze een beetje bronzer. En dit dan toch nog een beetje als blush. Dus ik ben er heel benieuwd naar. En deze was volgens mij iets duurder. En volgens mij €3,59. Maar met een bronzer doe je echt ook wel heel erg lang. Alsnog vind ik dat wel een hele nette prijs. Het ziet er goed uit. Dan heb ik... Even kijken hoor. Want ik ga niet Catrice en Essence door elkaar halen. Dat lijkt me niet handig. Dan heb ik een nieuwe Essence Lip Gloss. Nieuw. Even kijken hoor. De XXL Shine Lip Gloss. En deze was volgens mij €1,89. Dacht ik. Je hebt er iets van 6 in het assortiment van Essence zitten. En deze is nieuw. Ik weet niet alsof er eentje dus uit is gegaan en deze die heeft vervangen. Of dat deze er gewoon nieuw bij is gekomen. Ze hebben er 5 of 6 in de XXL Shine Lip Gloss versie. En dit is 24 Just Gorgeous. En ik vond eigenlijk de kleur ook wel en de pigmentatie ook wel erg goed. Hij is echt... Gorgeous, lekker fel roze. Ik zal hem even swatchen voor jullie. Komt behoorlijk wat kleur vanaf en is heerlijk zoet roze. Dus hij leek me ontzettend leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang die ook blijft zitten. Dus hier komt natuurlijk ook een review van. Dan even kijken, heb ik Catrice. Volgens mij heb ik nog 3 lippenstiften. Even kijken, ja. Even kijken, volgens mij waren het 10 nieuwe lippenstiften die aan het vaste assortiment van Catrice of van Essence zijn toegevoegd. 10. En dat vond ik aardig veel. Even kijken hoor. En die kosten, even kijken waar ik er 3 van zie, €2,39 per stuk. Hele mooie, simpele, zwarte hulsjes met de kleur van de lippenstift hier in het midden. En hier gewoon op de dop. Heel mooi uiterlijk vind ik dit. Gewoon heel chic. Heel sophisticated, want Catrice heeft dat ook, maar dan gewoon glimmend. En dit is mat van Essence en ik vind dat toch wel heel erg mooi hoor. Dus ik ben blij dat ze een beetje, het is budget, maar het ziet er goed uit aan de buitenkant in ieder geval. En van de 10 kleuren heb ik er 3 gekocht. Je hebt assortiment nude, roze, rood. En daar een beetje verschil tussen. En ik heb geprobeerd overal een beetje wat van te hebben. Maar toch wel kleuren waarvan ik denk, nou die zijn wel populair, die worden wel gekocht. Nummer 03, Dare to Wear. Een rode. Echt een rood-rode. Ik had ze nog niet voor jullie swatchen. Oh, wat leuk! De E staat er ook echt op. Kijk. Net zoals bij MAC. Nou, ze hebben meer lippen. Echt van echt high-end lippenstift hebben dat ook. Dat vind ik een heel leuk detail, Essence. Heel goed gedaan. Dus deze rode is Dare to Wear. Lijkt me een hele mooie rode kleur.
Dan hebben we 08 Color Crush. Een hele felle roze. Maar echt dat je denkt, gaat dit pigment afgeven? Ja, ik heb het geswatcht in de winkel. En oh mijn hemel, dit is roze, kan ik je vertellen. Echt heftig. Maar hij lijkt me prachtig. Weet je, en voor 2,39. Dus dat vond ik wel, vond ik echt netjes. Ik heb echt goede hoop hoor voor deze lipstift. Ik ben zeer teleurgesteld als dat niet zo blijkt te zijn. Als het niet goed is. En dit is nummer 09 Wear Berries. Ja. En dit is een paarse. Maar dan wel een beetje een... Ja, hoe zeg je dat? Niet een hele felle paarse. Weet je, ik heb hem geswatcht en hij was heel draagbaar paars, dacht ik. Dus ik vond het een hele goede optie om te proberen. Dus een roze, een paarse en een rode. En de nudes heb ik even laten liggen. Meer omdat, ja, ik vond de nudes er niet zo heel erg mooi uitzien. Maar dat is heel persoonlijk. Dus in ieder geval die drie kleuren. En dan heb ik nog, even kijken, van Essence. En dat is het laatste. Nog even uit de Me and My Ice Cream collectie. Ja, Me and My Ice Cream Nail Polish collectie. Die zijn 1,89 dacht ik. Deze nagellakjes. Het waren de enige twee kleuren die mijn kruidvatfiliaal nog had. Dus ja, dat is prima. En ik wilde daar toch nog even wat van testen. Van reviewen van deze collectie. En dit is wel een limited edition collectie. Dus daar was ik toch wel heel even benieuwd naar. Dus deze twee ga ik eventjes voor jullie reviewen. Always in my mint. Een mintje. En Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Moet ik niet meer doen. Paramore paars. Dus. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Ik wilde heel erg graag ook nog die bolletjes. Die pearls. In het bakje, alleen die was uitverkocht. En ik heb er ook niet hele goede reviews over gelezen trouwens. Maar toch wilde ik ze hebben en toch wilde ik ze reviewen. Ik wilde hem toch aan mijn... Ik wilde het zelf even proberen. Dus dat vind ik heel jammer dat ons filiaal dat niet meer had. Dus in ieder geval deze twee even proberen. En die zijn er nog wel een aantal weken hoor, die collectie. Dus je kan nog heel even je slag slaan. Dus vandaar. Dan ga ik over naar Catrice. En Catrice heeft ook een aantal nieuwe producten. En dat vond ik echt ontzettend leuk. Het was wel allemaal wel een beetje prima. Niet zoals bij Essence dat je een hele nieuwe lijn lippenstiften bijvoorbeeld had. Maar wel een hele nieuwe lijn foundations en een hele nieuwe lijn poeders. Daar heb ik niets van meegenomen. Als jullie daar behoefte aan hebben dat ik een keer een foundation en een poeder review. Kan je dat onderaan bij de comments aangeven. Dan zal ik dat doen. Geen problemen mee, de kleine prijsjes. Maar dan moet je het even aangeven. Want uit mezelf zou ik het niet kopen. Want ik ben gewoon tevreden met de producten die ik heb. Ik heb twee nieuwe nagellakjes, waarvan ik bij deze niet zeker weet of die wel nieuw is. Maar dit is Robert Redford. En dit is Miami Pink. En deze is sowieso, dat weet ik zeker, 100% nieuw. En die heeft echt een glans en een glimmertje erin zitten. Heel bijzonder. Dus ik ben heel benieuwd naar. En deze Robert Redford is een oud roze, maar dan wat donkerder. Dus het leek me wel ontzettend mooi. Dus deze twee, waarvan ik niet zeker weet of deze nieuw is hoor, maar deze wel. Dus hier komen in ieder geval reviews aan, of in ieder geval van deze. En dit was volgens mij 2,99. Deze twee. Per stuk. Dan heb ik twee lippenstiften. Er waren vier kleuren. Nee, drie kleuren uit de, even kijken, de Ultimate Color Line. Nieuw toegevoegd. En eentje uit de Ultimate Shine. Shine Color, Shine collectie. En dat was roze en die vond ik niet zo mooi. Dus ik dacht ik ga voor twee kleuren waarvan ik eigenlijk wel zeker weet dat ik ze wel heel erg mooi ga vinden. En dat is de Ultimate Color 270 Matte Aerial Girl. En nummer 290 Sweet Coraline. Dus een beetje een paars en een beetje een koraal. En de koraal is een beetje een oud, ja, net zoals oud roze, oud koraalkleur. Niet heel fel of zo. Ik vond hem super mooi. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaat zien. En deze is een beetje paarsig, maar draagbaar paars. Ik ben heel benieuwd. Net zoals deze van Essence denk ik ook dat het een hele draagbare paars is. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze. Leken me beide super mooi. Hele goede nieuwe aanwinsten. Even kijken hoor. En ik denk dat deze waren 3,99 per stuk. Allemaal kleine prijsjes, maar alles bij elkaar. Beter ook nog wel wat kwijt, maar toch. En dan twee aankoopjes. Deze lijken heel erg op de Clinique lippenpotloden. Het is heel erg populair natuurlijk, de lippotloden. Ethos heeft er al een paar. En nou, alle merken hebben er wel een paar. In het begin was er met de Clubby Colors van Clinique volgens mij. Of Clinique was de eerste. Nu heeft Catrice een hele rij met allemaal nieuwe. En ik heb er twee van uitgezocht. Een wat donkerdere. Iets wat paarsig. En een koraal lichtroze. Want ik vond de kleuren die er tussenin zaten, ik dacht ik neem er twee mee. Want ik vond ze relatief prijzig. Ze zijn 5 euro per stuk. Maar als het goed werkt, dan werkt het goed. En van alles die ik had geswatcht, heb ik de meeste hoop op deze. Gewoon lekker een wat naturelle en een wat donkerdere.
En ik had al zoveel rood en roze met die lippotlood. Dus ik dacht, het leek me wel een leuke afwisseling. Het is heel simpel. Je draait de dopper af en dan heb je echt een potlood. En die kan omhoog en naar beneden met de onderkant. 5 euro vind ik een prijzig potloodje. Dus ik verwacht er dan ook veel van. Het is een van de duurste producten uit de Catrice collectie. Dus daar verwacht ik er ook best wel wat van hoor. En dan hebben we nog een blusje. Er was volgens mij maar 1 blusje nieuw aan de Catrice collectie toegevoegd. En dat was deze nummer 70 Pinkerbell. En ik vond deze ook wel heel erg leuk. Hij is wat donkerder roze. En ik heb 1 of 2 blusjes van Catrice. Ben ik op zich best blij mee. Hoewel ik meer tevreden ben over die van Essence. Dat is wel grappig. Want wel Catrice echt mijn favoriete merk is. Maar ik vind dat Essence het de laatste tijd super goed doet. Qua nieuwe producten en wat ze erbij hebben. En nou, ik vind hun lipgloss en een deel van hun lippenstift echt geweldig. Ik ben heel benieuwd. En deze blush ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dus 070 Pinkerbell. En deze was de enige prijs die ik zie die alleen staat. Is 3,59. Dus ja, nou, 3,50 voor een blush. Dat valt nog heel erg mee als die mooi is. Dus ik ben heel benieuwd. Ga deze eens lekker swatchen, lekker reviewen voor jullie. En dan nog 3 potloden. Wel verschillende potloden. Ik heb altijd standaard een HEMA potlood voor mijn wenkbrauwen. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. En toen zag ik dat Catrice 3 nieuwe hadden. Ik weet niet 100% zeker of ze ook echt nieuw zijn sinds, laat maar zeggen, de laatste 2 weken. Maar het is de eerste keer dat ze mij opvielen. En je had 3 verschillende kleuren. Ik vond wel dat het tot medium brunet was hoor. Want ik vond de kleuren niet heel donker. Dus als je hele donkere wenkbrauwen hebt, moet je niet bij Catrice wezen. Maar een nieuw potlood. En ik was eigenlijk gewoon wel heel erg benieuwd. En dit is de kleur. En dan heb ik hem heel donker aangezet hoor. Even kijken. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. En deze was. Laten we eens heel even kijken. 2,59. Beetje dezelfde prijs als mijn HEMA potlood. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En dan nog 2 nieuwe potloden, oogpotloden van Catrice. En dat is ook het laatste wat ik heb gekocht. En dit waren volgens mij de enige 2 nieuwe. Althans, dat dacht ik. En ik vond de kleuren super mooi. Toen ik ze zag, dacht ik, oh, wat een leuke nieuwe aanwinsten. Dus ik ben hier eigenlijk wel heel blij mee. En ze kosten... wat kosten ze? 1,99, dacht ik. Een hele mooie groene. En I have a green, nummer 160. Ik heb hem vandaag ook op, maar ik denk niet dat je dat heel goed kan zien. Maar ik vind hem super leuk. En daar kan je snel eventjes een look mee pimpen, vind ik. En gewoon heel even snel wat kleur aanbrengen. En dit is nummer 150, Purple du Soleil. En die vond ik ook heel mooi. Dus, dat waren mijn aankoopjes. Allemaal producten, dus allemaal nieuw. Allemaal producten die ik ga reviewen. Dus de komende maand komen er aardig wat producten, aardig wat reviews op elisiewonen.nl van al deze producten. Laat maar weten wat je misschien als eerste wil zien. Ik kan natuurlijk proberen om de meest leuke nieuwe dingen als eerste te doen. Dat is helemaal geen probleem. En de komende jaar of half jaar in ieder geval zijn deze producten nog in de winkel. Dus je hebt alle tijd om alles te kopen hoor. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En heel erg bedankt voor het kijken. En als je zou willen abonneren op mijn kanaal op het moment dat je mijn filmpjes leuk vindt. Dan ben ik echt super blij. Bijna bij de 1000 jongens. Bijna. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!